Welkom bij Explosal, leuk dat jullie hier kijken en dit keer met jullie een blik werpen op Escape from 100 Million BC, uitgegeven door IDW Games. Het is een spel voor 1 tot 6 spelers waar je 60 tot 90 minuten mee bezig bent. En dit is een coöperatief spel waarbij wij tijdreizigers zijn en met onze tijdmachine neergestort zijn in een vallei 100 miljoen jaar voor Christus. En wij moeten in die vallei op zoek gaan naar de onderdelen die van onze tijdmachine zijn afgevallen om hem weer in elkaar te zetten, terwijl wij de verschillende dinosauriërs die niet helemaal blij zijn met onze komst, of juist extra blij omdat we er zo sappig uitzien, van ons af weten te houden. Door goed samen te werken en slimme paden te kiezen en zo snel mogelijk de tijdmachine te herstellen zodat we kunnen ontsnappen, winnen we het scenario. En er zijn een aantal manieren waarop we het verliezen. Dus laten we maar eens een blik werpen op wat er allemaal in de doos zit. Het spel is van de hand van Kevin Wilson en wij krijgen de spelregels in het Engels. Het regelboek is oké. Het is niet vervelend om door te lezen. Alles staat er keurig in. Maar soms iets terugvinden is wat lastiger in dit regelboek. Het speelbord zelf met daarop de vallei, de vulkaan waarop we gecrashed zijn. Een aantal temporal spots waar we last van hebben. Onze klok en ruimte voor de verschillende kaarten en activiteiten die plaatsvinden. Dat is op zich wel weer netjes gedaan. Verder krijgen wij het bord voor onze tijdmachine, waarop we de onderdelen die we vinden bij elkaar zetten, een moeilijkheidsgradatie en de emergency recall en de treintegeltjes opleggen. We krijgen de verschillende dinosauriërs die ons achterna komen stampen. We krijgen de karakters die wij kunnen spelen met hun unieke character sheet, speciale eigenschappen en statistieken. Dit zijn figuren die door de tijd opeens bij ons tevoorschijn kunnen komen en het firmament daardoor verontrusten, dus die moeten we terugbrengen naar de juiste tijd. De verschillende soorten encounters op het land, op het water en op de wat gevaarlijke roofdieren. De items die we vinden en de events. En dan hebben we nog de tegeltjes waarmee we de wereld opbouwen. De dobbelstenen voor de checks. En aan deze kant meer dobbelstenen. Blokjes die we gaan verzamelen en nog wat markers voor het een of ander. Dat is wat we krijgen. En laten we maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld even opgezet voor twee spelers. Elke speler kiest een karakter. Je krijgt willfiches gelijk aan je willwaarde. In mijn geval is dat een 2, dus krijg ik 2 van die willfiches. We wijzen willekeurig een startspeler aan en iedereen begint met willekeurig 2 itemkaarten. De overige kaarten worden op ruggen gesorteerd, geschud en in hun respectievelijke stapels gelegd. Bij de itemkaarten worden er een x-aantal kaarten weggehaald, afhankelijk van de hoeveelheid spelers. In een tweespelerspel gaan de 16 itemkaarten het spel uit. We leggen de dobbelstenen, de woundmarkers, de attackmarkers, de healthmarkers, de willmarkers en goederenblokjes binnen handbereik. We bouwen de tijdmachine paneel op. Daar leggen we de terreintegeltjes op van de verschillende soorten terreinen. We kiezen een difficulty. Die geeft aan hoeveel onderdelen van de tijdmachine we moeten vinden om hem daadwerkelijk te kunnen repareren. En we zetten de emergency recall op 1. Dan hebben we natuurlijk nog het bord zelf. Wij beginnen allemaal op de vulkaan waar we neergestort zijn. De berg leggen we eromheen. We leggen de monsters, dinosauriërs, markers of standees binnen handbereik. En we gaan aan het begin van het spel een time rift openen. Time rifts komen openen elke keer als de paradox tracker over zo'n time rift symbool gaat. Die begint op een positie wederom afhankelijk van de hoeveelheid spelers. En wat gebeurt er als er een time rift opent? Het eerste wat je doet is je pakt een van de time rift markertjes. Daar staat een waarde op, in mijn voorbeeld een 2. Dat betekent dat de time rift in 2 plaats zal vinden. We pakken de bovenste kaart. In dit geval hebben we Friedrich Nietzsche die teruggeslingerd is in de tijd en nu hier in 100 miljoen voor Christus tevoorschijn is gekomen. Die komt uit de tijdrift op 2. We gaan hem verplaatsen. Daarvoor gebruiken we deze middelste waarde. Daar zie je een pijl en een getal. Dus in dit geval gaat hij 3 stapjes vanuit 2 die kant op. En dat is waar hij terecht komt. Je legt een rift marker op
Nietzsche. En je zoekt even zijn bijbehorende fiche erbij, nummer 2. En die geeft aan waar hij op dat moment is. Nou, we moeten hem terugbrengen naar deze time rift. Omdat als we hem hier achterlaten in 100 miljoen jaar voor Christus, de geschiedenis verandert. En dat is niet goed voor ons als helden en niet goed voor de toekomst. Maar afhankelijk van het aantal spelers komen er een aantal time rifts aan het begin van het spel. Je kan er voor het overzicht ook voor kiezen om in plaats van het fiche deze Stanley te gebruiken. En dan springen ze er net wat meer uit. Net wat je handig vindt. Maar zo zit hem op. Het doel van het spel is onze tijdmachine repareren. Daarvoor moeten we een x-aantal onderdelen verzamelen. En als we die onderdelen verzamelen, moeten we ze terugbrengen naar de tijdmachine zelf. Zodat we ze hier aan kunnen sluiten. Liggen er een aantal onderdelen gelijk aan de difficulty die we gezet hebben. Dus in mijn voorbeeld 7 stuks. Dan is de tijdmachine gerepareerd. En dan zouden we terug kunnen gaan in de tijd. Zodra alle spelers zich weer op de vulkaan bij de tijdmachine bevinden. En deze is gerepareerd. Kunnen we teruggaan naar onze eigen tijd. Alle castaways, alle mensen die uit een ander tijdstip hier naartoe getrokken zijn, die worden gedood. Dat zorgt nog voor paradoxen, want ja, daar maken we toch wat veranderingen in de geschiedenis. We gaan kijken naar alle items in het itemdeck die nog achter zijn gebleven. En die veroorzaken ook paradoxen. En nadat we dat afgehandeld hebben en de paradox tracker is niet voorbij het vakje van de vulkaan gegaan, dan hebben we succesvol onze reis terug door de tijd gemaakt en hebben we gewonnen. En alle andere opties waardoor we dus te veel de tijd verstoren en de paradox marker hier over de vulkaan heen gaat of op de vulkaan komt, dat maakt dat we verloren hebben. Zo zet hem op. Laten we maar eens wat gaan clearen met dinosauriërs. Het spel wordt gespeeld in rondes en elke ronde bestaat uit dat elke speler een beurt heeft. En nadat alle spelers hun beurt hebben gedaan, hebben we de paradoxfase. Waarin de creatures die tevoorschijn komen, de time castaways zoals ze noemen, gaan bewegen. En er nieuwe mogelijke paradoxen, dan wel time rifts, geopend worden. Maar, beginnend met de startspeler. Met de klok mee zijn de spelers aan de beurt. En als een speler aan de beurt is, mag die van alles en nog wat doen. Je mag rondbewegen, zoeken naar uitrusting, time machine parts, proberen uit de handen te blijven van alle monsters, alle dinosauriërs die hier rondstampen, enzovoort. Aan het begin van je beurt krijg je een aantal movement punten gelijk aan je movement value, zoals die bij jouw schoen staat afgebeeld. In mijn voorbeeld heb ik 3 movement points. En met elke movement point kan ik exploren, naar een vakje bewegen waar dus nog geen tegeltje zichtbaar is. Of door vakjes lopen die al bekend zijn. Aan het begin van het spel is er nog niks ontdekt. Nou, ik zie dat hier Friedrich Nietzsche zit. Die willen we natuurlijk terug naar zijn eigen tijd helpen. Dus ik kies ervoor om daar naartoe te lopen. Een van mijn stapjes betekent dat ik daar naartoe ga. En als je naar een tegeltje toe gaat wat nog niet verkend is, dan draai je dat om. En je zult altijd deze 2 tandjes zien, deze 2 pijlen. Dat is je entree, dat is van waaruit jij de tegel hebt ontdekt. Dus die oriënteer je zo dat van waar jij vandaan komt, die pijltjes daar vandaan wijzen. Nou, in dit geval zijn er niet zoveel bijzonderheden te zien. Je kunt alle richtingen op. Maar je zult merken dat sommige tegeltjes hebben geblokkeerde zijdes. Daar staan in dit geval blokken hout op of andere obstakels. Maar enkel de zijdes waar een getal afgebeeld staan, zijn zijdes waar je doorheen kan lopen. Daarnaast hebben sommige tegeltjes symbolen. Dat betekent dat er dieren komen, herbivoren, carnivoren, een time machine part, een event. En die handel je af op het moment dat je zo'n tegeltje betreedt of ontdekt. En daar gaan we natuurlijk zo meteen naar kijken. Mocht er een krat liggen op het vakje waar je naartoe gaat, leg er eventjes nog hier eentje neer. Hier zie je bijvoorbeeld het symbool van 2 kratjes opstaan. Mochten de kratjes liggen op het vakje waar je naartoe gaat, dan kun je die gratis oppakken. Hetzelfde geldt voor onderdelen van de tijdmachine als die daar liggen. Is het gratis om die op te pakken. Mocht je met meerdere helden in hetzelfde vakje bevinden, mag je gratis equipmentkaarten en time machine onderdelen met elkaar uitwisselen. Kost ook geen actie. En als je wilt vluchten van een monster, dan is dat ook een gratis actie. En daar gaan we natuurlijk zo meteen naar kijken. Aan de andere kant wordt je verplaatsing onmiddellijk tot 0 gereduceerd op het moment dat je een avontuur vindt, dat zijn de paarse kaarten, een creature tegenkomt of een time castaway. Nou, in mijn voorbeeld kom ik
Friedrich Nietzsche tegen. Dus ondanks dat ik 3 verplaatsingspunten heb aan het begin van de beurt, op het moment dat ik Nietzsche tegenkom in dit geval, is mijn verplaatsing 0. Ik kan dan nog wel eventueel op die tegel dus equipment, time machine parts oppakken en met elkaar ruilen, maar ik mag niet meer bewegen. Daarnaast is er nog de mogelijkheid voor een geforceerde mars. 1 keer per beurt mag je ervoor kiezen om een will in te leveren voor een extra stapje, zolang je dus niet een adventure, een creature of een time castaway bent tegengekomen. Als je een time machine onderdeel oppakt, dan leg je die gewoon in je inventory. Als je een crate, een item crate oppakt, een loot crate zullen we zeggen, dan gaat die gelijk weg en vervang je die door een item kaart die je bij je neerlegt. We gaan zo meteen kijken wat er gebeurt met een encounter. Hier zien we bijvoorbeeld een blaadje. Eerst wil ik nog eventjes het belangrijkste vakje van het bord, de vulkaan, uitleggen. Als je daar naartoe gaat, dat is de time machine space. Het eerste wat je doet is alle verwondingen die je hebt, die haal je van je karakter af. Daarnaast ga je kijken hoeveel will tokens heb ik nog. Als dat minder is dan je standaard will, dus mijn will is 2, heb ik minder dan 2 tokens, vul ik aan zodat ik weer 2 heb. Ik mag dan ongewenste equipment laten vallen. Ik mag time machine parts op de tijdmachine leggen. En ik mag dus items die andere helden hier hebben laten vallen oppakken om dat zelf mee te nemen. En als de tijdmachine gerepareerd is, zoals ik al zei, en alle helden bevinden zich hier, dan kun je ervoor kiezen om terug te gaan naar onze eigen tijd. Maar laten we zeggen dat we naar dit vakje zijn gewandeld. Dan zien we dat daarop 2 crates staan afgebeeld. En er staat een blaadje op, een groen blaadje. En dat komt overeen met de groene kaarten. Dus ik pak een groene kaart, die draai ik open. En in dit geval heb ik een Stegosaurus gezien. Dan pak ik een miniature van de groene monsters. Ik geef aan dat dit monster 1 is, zoals ook staat op de miniature zelf. En die leg ik hier in de activity track. En op zo'n monster staat eigenlijk de sterkte van de aanval, de verplaatsingspunten en eventuele passive abilities die ze hebben. De statistieken van het monster. Het zijn niet altijd, ik noem ze monsters, het zijn dinosauriërs. Het zijn niet altijd monsters, je hebt soms ook gewoon events die afgaan. Soms moet je iets doen wat hierop staat en komt er geen dinosaurus tevoorschijn. Maar vaak zullen hier dino's en porties ellende tevoorschijn komen. Deze Stegosaurus heeft passive 5. Dat betekent dat je hem kan ontwijken. Daarvoor ga je een brawl check maken. Je kijkt naar jouw vuistje. Mijn vuistjewaarde is 5. En ik heb nog een special ability. When making a brawl check during combat, you may spend 1 will token to reroll all of her dice. Dus er zitten nou andere speciale eigenschappen waar je rekening mee moet houden. Maar ik gooi met 5 dobbelstenen. En ik doe natuurlijk de check tegen de Stegosaurus. Dus mijn linker of rechter buurman die pakt de waarde van de Stegosaurus. De Stegosaurus passive 5 betekent dat hij 5 dobbelstenen ook gooit. En beide spelers gooien dat aantal dobbelstenen om successen te halen. Elke 4, 5 of 6 is een succes. Laten we voor het voorbeeld even zeggen dat dit het resultaat is. Dat betekent dat de Stegosaurus heeft 3 successen en ik 2 successen en ik heb ook 2 successen. Maar als je een 6 gooit, is dat een exploding die. Voor elke 6 die je geworpen hebt, pak je een nieuwe dobbelsteen en die gooi je. En als dat wederom een 6 zou zijn, pak je weer een nieuwe dobbelsteen. Die gooi je en die voeg je eraan toe. En elke 4, 5 of 6 maakt dus dat je een succes krijgt. Nadat we beide onze skill check gedaan hebben, gaan we kijken wie heeft de meeste successen. Die wint. Bij een gelijkspel wint de speler. In dit geval heb ik gewonnen van de Stegosaurus, want ik heb 3 successen tegen 2. Betekent dat de encounter niet gebeurt. Dus de dinosaurus niet tevoorschijn komt en deze kaart gewoon naar de aflegstapel gaat. Mochten we de passive check falen, waardoor het creature daadwerkelijk tevoorschijn komt en we dus het kunnen encounteren, dan kunnen we de strijd aangaan. Weet overigens dat als jij een check gedaan hebt, laten we zeggen dat dit het resultaat is, ik heb verloren, dan mag je voordat je de effecten gaat toepassen, een will token inzetten om 1 dobbelsteen opnieuw te gooien. En dan mag je zoveel doen als je wilt. En mijn speciale ability is dat ik dus een will token mag inzetten om alle dobbelstenen opnieuw te gooien.
Ja, en nu ineens heb ik de 3 successen die ik nodig heb om dus check te halen. Maar normaal gesproken 1 will betekent 1 re-roll. Maar voor het voorbeeld doen we even dat deze Stegosaurus tevoorschijn is gekomen. Op het moment dat je een dinosaurus op het bord hebt en je komt in hetzelfde vakje als zo'n dino, dan kun je 3 dingen doen. Je kunt proberen het dood te maken. Je kunt proberen het weg te drijven, af te schrikken. Of je kunt vluchten. Nou, als je wilt doden, dan moet je een brawn check doen tegen de brawn van het creature. Dus in mijn geval is dat weer 5 dobbelstenen. De brawn van het creature is 4 dobbelstenen. Meeste successen wint. Hetzelfde principe, voor elke 6 die je gooit krijg je weer een extra dobbelsteen. En als daar meer 6 uitkomen, et cetera. Maar omdat de dinosauriërs aan dood te maken zijn in de geschiedenis, is de kosten dat de paradox marker 2 omhoog gaat. Want dat is niet iets wat normaal is, dat wij hier een beetje dino's staan af te knallen. Mochten wij verliezen, oftewel de dino heeft meer successen dan wij, dan krijgen wij 1 wound. Op je character sheet staat onderaan hoeveel hartjes je hebt. En als dat gelijk is, dan word je uitgeschakeld. Ga ik zo meteen naar kijken. Je bent niet uit het spel, maar dan gebeuren er uiteraard vervelende dingen. Je kunt een creature ook proberen af te schrikken. Daarvoor heb je wel een wapen nodig waarop het woord repel staat, hè, afschrikken. Als je zo'n wapen hebt, dan mag je ervoor kiezen om een will token te spenderen. We gaan weer de gebruikelijke brawn check maken. Lukt het, gelijkspel of hoger ten opzichte van de brawn van het creature, dan leg je het creature af. De kaart verdwijnt naar de discard. Hij is niet dood, dus geen paradox die je toevoegt. Dus dat is een betere manier. Kost nog steeds ammo. Je zag op dit wapen staat bijvoorbeeld 4 ammo. Dus op het moment dat je het wapen vindt, leg je er 4 ammo tokentjes op. En als je vuurt, haal je er eentje af en heb je geen ammo meer. Uiteraard kun je het dan niet meer gebruiken. Ook hierbij, als je de check niet succesvol weet te halen, krijg je 1 wound. En het laatste is vliegen. Als je wilt vluchten van een creature, moet je een speed check doen tegen de speed van het creature. Nou is dat voor mij iets minder, want mijn speed check is 2 dobbelsteentjes tegen de 4 van de Stegosaurus. Lukt het, dan ga je er vandoor. Je gooit 1 dobbelsteen en die bepaalt in welke richting je vlucht. Zoals jullie al stiekem misschien zagen. Op de tegel staan nummers die de verschillende exits vertegenwoordigen. Dus je gooit een dobbelsteen, gooi ik 5, dan zou ik die kant op vluchten. Mocht je in een hoekje gedreven zijn, dus je kunt niet vluchten, dan is dit geen optie. En ook hierbij faalt de test, dan krijg je wederom een verwonding. Nou, je hebt een x aantal hitpoints en als jij al je hitpoints kwijt bent, dan word je geknocked out. En als je knocked out bent, dan wordt de emergency recall bracelet van de professor geactiveerd. Waardoor je meteen terug geteleporteerd wordt naar de tijdmachine. Je movement uiteraard is voorbij. En vervolgens doe je de gebruikelijke dingen die je doet als je eindigt op de time machine space. Oftewel, je healt alles, je krijgt je will terug. De enige beperking is, als je op deze manier teruggaat naar de time machine. Als je op dat moment time machine parts bij je had, maar je bent knocked out, dan zijn die daar op de grond gevallen en die liggen daar nog. Dus die moet je weer terug naartoe gaan om die op te halen. Alternatief kun je er ook vrijwillig voor kiezen om de emergency recall te activeren. Hetzelfde principe. Daarnaast, omdat dit natuurlijk ook niet gebruikelijk was in de tijd der dinosauriërs. Elke keer als je hem inzet, ga je kijken van waar staat de emergency recall. Die staat nu op 1. Dus dan gaat er 1 paradox bij en dan gaat die 1 omhoog. Dus hoe meer je het doet, hoe meer paradoxen dat veroorzaakt. Maar dat is wat je kan doen met de dinosaurs. Je kunt ze doodmaken, 2 paradoxen. Je kunt ze repellen als je een repelwapen hebt. En dan gaan ze gewoon weg, discard je ze beter vanaf. En je kunt ervan vluchten. Maar dan blijven ze wel gewoon staan. En
op het bord. Dan hebben wij natuurlijk nog onze Time Castaways. In dit geval is dat meneer Nietzsche. Wat kun je doen met Friedrich Nietzsche of andere Time Castaways? Als eerste moet je het vertrouwen winnen van zo'n Time Castaway. Want ja, die zijn iets uit hun natuurlijke omgeving weggerukt. En daar moet je dus vertrouwen gaan winnen. Je maakt een will check. Dus in mijn geval 2 dobbelstenen tegen de... ze noemen het de distrust, dat is het oogje. In dit geval zijn dat 4 dobbelstenen. Nou, dat is niet zo goed. Ik denk niet dat hij me heel erg vertrouwt, want hij gooit 3 successen. Als die faalt, dan gooi je 1 dobbelsteen. In dit geval gooi ik een 1, dus ik kijk, oké, de 1 zit hier, dus hij beweegt 3 richting de 1. En dan zou hij naar beneden gaan. Maar Time Castaways vlucht alleen maar via bekend terrein, dus in dit geval stopt hij hier met vluchten. Maar laten we voor het voorbeeld even zeggen dat het mij gelukt is om hem... succesvol het vertrouwen te winnen. Dan neem je de Time Paradox kaart. Die leg je bij je neer. De rest schuift vrolijk verder. Ik zet de marker op de castaway. Zodat ik weet, oké, ik moet hem terugbrengen naar 2. Dus dat is hier zo. Vanaf dit moment loopt hij met mij mee. En lukt het mij om gaandeweg het spel dus naar, in dit geval, nummer 2 te gaan. Waar... ik Friedrich Nietzsche terug kan brengen, dan kan ik hem terugsturen naar zijn eigen tijd. Je hoeft daar niks voor te doen, je hoeft alleen het vakje binnen te lopen, dan gaat hij automatisch terug. De kaart gaat weg, de marker gaat weg, ook deze Time Rift komt weer beschikbaar, dus dat betekent dat dit viesje weer terug in die stapel gaat. En omdat we de tijd herstellen, gaat de Paradox Marker 1 omlaag. Mocht het zo zijn dat je bij het omlaag gaan over zo'n paradox heen gaat, dan ga je niet nog een keer een paradox uitvoeren. Dus alleen als die vooruit eroverheen gaat. Maar dat is hoe de beurt van een speler dus uitziet. Je verplaatst en terwijl je dingen ontdekt, verkent en tegenkomt, gebeurt er van alles en nog wat. En je verplaatsing is meteen voorbij als je dus een creature, een event, en dat is zo'n paarse kaart, tegenkomt. Of een time castaway. Nadat alle spelers hun beurt gedaan hebben. En dan gaan we naar de paradoxfase. De paradoxfase bestaat uit 3 stapjes. De startspeler gooit 2 dobbelstenen, een rode en een witte. Voor elke waarde die overeenkomt met het aantal geopende time paradoxen. In dit geval heb ik net Nietzsche teruggebracht, dus zijn ze allemaal gesloten. Komt er een nieuwe time rift. Nou, laten we even zeggen dat voor het voorbeeld dat Nietzsche's paradox ding nog dicht of open stond. Dan heb ik dus een 1 gegooid. We hebben er 1 open, dus we gooien er 1 nieuwe time rift bij op de manier zoals ik dat straks heb uitgelegd. En je pakt een fiche, die leg je op die rift. Je opent een kaart, die verplaats je vervolgens en die zet je op het speel. 2. Alle creatures en time castaways gaan bewegen. Daarvoor kijk je alleen maar naar de rode dobbelsteen. In dit geval is dat een 1. Elk creature en elke time castaway op het bord gaan nu bewegen volgens hun eigen movement nummer. Zoals dat weergegeven staat op de verschillende kaarten. De creatures bewegen net zo lang in de richting als dat ze movement stapjes hebben. Of... totdat ze van het bord af zouden denderen. Of dat ze vanuit een explored tegel komen. En naar een unexplored tegeltje gaan. Of dat ze een gedeeltelijk pad moeten doen. Dit zou een voorbeeld zijn van een gedeeltelijk pad. Want ja, dit is niet bekend, hier weer wel. Sommige creatures hebben Juggernaut. Die denderen er wel door, andere stoppen. En aquatic creatures gaan niet voorbij... dan wel water of swamp spaces. Die komen niet opeens op het land met hun logge lichamen. Maar dat doe je gewoon in de volgorde hier. Ga je ze gewoon bewegen. Dat kan betekenen dat een time castaway teruggaat naar de paradox waar die vandaan komt. En op dat moment verdwijnt hij ook van het bord. Dus je haalt de kaart weg, je haalt zijn marker weg en we verliezen daardoor 1 paradox. Als dinosaurs in een vakje gaan van een held gebeurt er op dit moment niks, maar op het moment dat je aan de beurt bent moet je ze encounteren. Dus. Dan kan het nog zo zijn dat 2 time castaways bij elkaar zouden komen in hetzelfde vakje. Dat gebeurt niet, dan stoppen ze gewoon met bewegen. Als een time castaway in een vakje komt van een dino, dan wordt hij opgevroten, dan ben je hem kwijt. En als 2 dino's bij elkaar in hetzelfde vakje komen,
Dan gaan ze met elkaar vechten. Echt op dezelfde manier, ze doen allebei hun brawn check, ze schakelen elkaar uit. Alleen omdat dinosauriërs met elkaar vechten natuurlijk is, verliezen we geen twee paradoxen voor de dino die gedood wordt. Verder heb je nog vliegende wezens die negeren terreintypes, dus die bewegen gewoon in rechte lijn. En out of phase time castaways die op unexplored tegels staan, die kunnen soms ook over vakjes heen bewegen die niet explored zijn. Nou, dat staat er allemaal op, dat kom je vanzelf tegen. En het laatste stapje wat we gaan doen in de paradoxfase is het checken voor een paradox storm. Je voegt de waarde van de twee geworpen dobbelstenen bij elkaar. In mijn voorbeeld een 1 en een 6 maakt een 7. Als het totaal gelijk is of minder dan de huidige temporal stability. En die staat hier weergegeven. Temporal stability is 5, 6, 7. Is die waarde dus gelijk aan of lager? Is die in mijn voorbeeld niet. Dan komt er wederom een time rift. En dan gaan we dus weer fiche pakken, kaartje openen, standy neerzetten, verplaatsen, etc. En zo gaan we vrolijk verder. Als een time castaway sterft, staat er op de time castaway hoeveel paradox dat veroorzaakt. In dit geval, als Nietzsche dood zou gaan, zou dat 2 paradox toevoegen aan de paradox track. Dat doen we liever niet. Maar zo proberen we dus de wereld te ontdekken, de time castaways terug te brengen naar hun juiste tijd, items te vinden, zodat er zo min mogelijk achterblijven hier in deze tijd. En natuurlijk de onderdelen van onze tijdmachine vinden, zodat we die mee kunnen nemen en kunnen terugbrengen naar de tijdmachine om die te repareren. Is die volledig gerepareerd? Hebben we alle onderdelen gevonden en terug weten te brengen naar de tijdmachine? Staan we allemaal op de tijdmachine, dan kunnen we zeggen we gaan terug in de tijd. Of we gaan terug naar onze eigen tijd. Alle time castaways die er nog zijn, die sterven. Dus dat regelt nog, zorgt voor wat paradox. En alle items die nog in de trackstapel zitten, gaan we bekijken. Die hebben onderaan een paradoxwaarde. 0, 1, 2, afhankelijk van wat het is. En die gaan ook nog op de paradox track. Als dat er niet voor zorgt dat deze marker op de vulkaan komt, dan zijn we veilig teruggegaan en is er niets aan het handje hebben gewonnen. Gaat de marker wel naar de vulkaan, hebben we verloren, zullen we beter ons best moeten doen. Maar op die manier gaan wij de strijd aan in 100 miljoen jaar voor Christus en proberen wij veilig terug te komen. En zo wordt Escape from 100 Million BC gespeeld. Escape from 100 Million BC is een vermakelijk coöperatief spel met een leuk thema waar best wel listig nagedacht is over de effecten van het tijdreizen en hoe je dat moet proberen te minimaliseren om veilig te kunnen ontsnappen. Want het doel is in de basis niet alleen maar het repareren van onze tijdmachine zodat we terug in de tijd kunnen gaan. We moeten ook de schade die we veroorzaakt hebben doordat wij teruggegaan zijn in de tijd en daardoor verstrekkende gevolgen kunnen veroorzaken, minimaliseren. We moeten zoveel mogelijk items naar binnen harken en meenemen terug naar onze eigen toekomst. We moeten de mensen die hier verloren zijn geraakt, verstrikt zijn geraakt, opsporen en weer terugbrengen naar hun eigen tijd om te zorgen dat de tijdlijnen gewoon doorgaan en zo min mogelijk worden beïnvloed. En het is natuurlijk heel leuk om lekker op dino's te jagen en ze flink weg te pompen met alle wapens die we vinden, maar dat heeft natuurlijk ook weer een weerslag in wat dat doet met de tijd en de tijdslijn. En dat principe zit leuk in elkaar en ik vind ook het mechanisme van hoe het spel opbouwt met meer of minder spelers prima in elkaar zitten. Want ja, het is nog steeds elke speler doet een beurt, maar met meer spelers kun je sneller de oppervlakte van een gebied uitkammen. Maar zullen er dus in verhouding ook sneller temporal rifts komen of gevaren op elkaars pad komen, omdat er ook sneller overal dinosaurus tevoorschijn komen en time rifts openen. Dus dat schaalt prima. Ik zou het niet adviseren om het met 6, 5 te spelen. Ik denk dat 3, 4 wel de sweet spot is om het een beetje vloeiend te houden. Het werkt in die zin prima. Het mechanisme van de dobbelstenen. Ja, 50% kans per dobbelsteen dat je een succes gooit. Bij gelijkspel win je. Als je een beetje zorgvuldig je battles kiest, dan kun je daar prima mee overweg. De exploding dobbelstenen zijn een leuk element en het feit dat je will kan inzetten om dobbelstenen te manipuleren maakt dat ik er weinig problemen mee heb in dit spel. Qua vormgeving is het ook prima gedaan. De verschillende tegeltjes geven ook in de regels aan wat je daar kan vinden. Rondom onze vulkaan, daar zullen we nooit time
machine parts vinden. Daarvoor moeten we echt dieper de bossen, de moerassen en het water ingaan. En je weet ook een beetje wat voor soorten dino's je daar kan tegenkomen, waar je carnivoren kan vinden en waar wat meer de wat vriendelijkere dino's zitten. En je kunt het schalen naar je eigen moeilijkheidsgradatie. Artwork op de kaartjes is prima. De Time Castaways vind ik erg leuk, want daar zitten allerlei bekende figuren in, maar ook dingen waarvan je zegt, zoals de mammoet. Die gaat niet luisteren naar jou. Die komt niet gezellig met je mee. Maar die past niet in deze tijd. Dus die moet je op een andere manier een soort van woest maken en lokken dat hij zelf zijn temporal rift weer ingaat. En zo verdwijnt uit de dino-tijd. En zo zijn er allerlei leuke grapjes hierin verstopt. En datzelfde geldt een beetje voor de eventkaartjes. Wat ik wat zwakke punt vind is het feit dat, ondanks dat het een coöperatief spel is, zeker met 2-3 spelers, de wereld zo groot is dat je eigenlijk allemaal een verschillende kant op loopt. Dus het is moeilijk om echt goed samen te werken. En ik vond de verplaatsingsmethodiek van de dino's en de Time Castaways op sommige momenten een beetje klunky, een beetje vaag, gekunsteld voelen. Dat had voor mij gewoon strakker gemogen. En dat maakt dat Escape from 100 Million BC wat mij betreft gewoon een oké spel is. Het coöperatief element, het thema en de manier waarop het speelt zitten prima in elkaar. Sommige aspecten zouden net iets gepolijster kunnen. Maar aan de andere kant is de herspeelbaarheid goed door de grote variatie aan kaarten, items en dingen die er gebeuren. En de keuzes die de spelers zelf maken in de wereld die telkens weer opgebouwd wordt. En aan de andere kant zijn door sommige dingen hadden net wat strakker vormgegeven kunnen worden, waardoor het wat sterker uit de verf komt. En dat is de reden dat Escape van mij een 6 krijgt. Spellenzolder.